nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een mini shoplog van de Primark. Dus laten we snel gaan beginnen. Ja. Als eerste heb ik deze tas bij de Primark gekocht. En ik vind het zelfs super leuk om mee op vakantie te nemen. Voor je telefoon en allemaal dingen in te doen. En deze kostte 12 euro. Ik vind het zo leuk. En het heeft een beetje een nude kleurtje. En deze kan je ook heel gemakkelijk openmaken. Met deze dingetjes. En deze magneetje. Het eerste dingetje uit deze tas. Nou, dat is deze. En je denkt zo van, wat is dit nou weer? Nou, dit is dus een beauty organizer. Hier kan je je lippenstiftjes en je nagellakjes in doen. En het is super handig. En laten we het snel gaan openmaken. Dit is hem. Hij is wel heel erg breekbaar. Maar straks laat ik zien hoe het is met lippenstiftjes en nagellak erin. Nu pak ik het volgende uit de tas. En dat zijn deze. Dit is echt super handig. Dit zijn namelijk make-up doekjes. Als je al één keer veegt, is je make-up er al zo af. En deze samen kosten 3 euro. En ik vind ze super handig, dus altijd wanneer ik naar de Primark ga, neem ik altijd deze mee. Ik pak wel weer het volgende uit de tas. En dat is deze. Dit is een heel mooi lippenstiftje. En deze was 3 euro. En het is een hele mooie kleur. Het is een beetje nude-achtig. Iets donkerder dan nude. Hij is echt super mooi. Hij is echt heel mooi. I love this. Uit de tas. En dat is deze. Deze heb ik eigenlijk ook thuis. Maar die heb ik een andere kleur van. Dat is dus die nude kleur. En dit is een beetje rosé-achtig roze. Donker roze kleurachtig. En die ga ik ook openmaken zodat ik hem beter kan laten zien. Deze kostte 1,50 euro. Dit is dus het mooie kleurtje. Het is iets donkerder ook dan nude. En deze is ook een beetje mat. En ik vind het ook echt super mooi. Ik pak het volgende uit de tas. En dat is deze. Dit is ook een lippenstiftje. En dit is ook een nude kleur. Iets lichter weer dan nude. En deze kostte 2 euro. En laten we hem ook even openmaken. Kunnen we hem beter zien. Nou, zoals ik al zei, het is mat en dat zie je hier ook staan. En ja, laten we hem openmaken. Dit is hem. En dit is dus het kleurtje. Hij is echt super mooi. En ik denk dat dit nog wel een van mijn lievelingslipstiftjes wordt. En ja, top. Hij is echt heel mooi. Mwah. Ik pak het volgende uit de tas. En dat zijn... deze. Nou, dit zijn ze dus. En dit zijn twee bandana's. Ik vind ze super echt... Ik vind ze zelfs super cool. En ze hebben hele leuke vormpjes. Dus dit is een beetje een legerachtig. En deze heeft meer leuke vormpjes. En ze zijn allebei groen. En die staan ook heel erg leuk bij legerkleding. En deze kosten 4 euro. Ja, I love this. Oké, het volgende is deze. Nou... Dit is een shirt. Een heel erg lekker stressachtig shirtje. En er staat op... Follow your heart. Dus dat betekent... Volg je hart. En hij is echt super leuk.
En dit is niet alleen maar een shirtje. Het is namelijk een match met dit broekje. Let maar op. Dit broekje zat erbij. En als je ook goed naar deze kleur kijkt hier, is het hetzelfde als deze. En hier staat op, do what you love. Dus dat betekent, doe wat je leuk vindt. En deze wordt dan erboven. En deze kosten... Deze kosten 7 euro. En deze kosten 6 euro. And I love this match. Het allerlaatst uit de tas. En dat is deze. Ik hou van zulke korte broekjes. Deze kleur ook. Het is zo spijkerachtig en echt heel erg leuk voor in de zomer. En deze kostte 5 euro. Ik vind hem echt gewoon zo leuk. Ik kan niet meer over vertellen dan dat ik hem echt leuk vind. Nou, vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet zeker hieronder niet te abonneren en het belletje daarop te drukken. Want het is echt helemaal gratis en dan mis je geen één video meer van mij. En ik wil jullie nog bedanken voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei!